Die gaat open. Daar komt een haarbos omheen. En die kijkt in de spiegel en die heeft me gezien. Zegt kankermogol, geef een klap op mijn oor. Waardoor ik in elkaar zak. De man die met mij stond te plassen, voorzitter van de vereniging ADS. Die kan er nog net voorkomen. Maar hij weet nog precies met zijn schoen recht onder mijn rechteroog te komen. En toen was het beeld uit. Wat waren de gevolgen precies voor u? De gevolgen zijn dat ik nog niet weet of ik mijn gezichtsvermogen terugkrijg zoals ik het had. Mijn hele rechterkant is nog gevoelloos. Je moet zich voorstellen, als je naar de tandarts gaat en hij verdooft je. En dat al vanaf 15 januari is geen pretje. Nee. En u had een zware hersenschudding? Ik ben kou geweest. Ja. Heeft u nou nog contact met deze speler gehad? Want dat was dus een van de spelers die u uit het veld gestuurd had. Heeft u nog excuses gekregen achteraf bijvoorbeeld? Nee, en dat wil ik ook niet. Nee? Waarom wilt u dat niet? Omdat dit niets met voetbal en niets met sport te maken heeft. Dit is gewoon een moordaanslag. Zijn die mensen daar niet, dan ben ik of minimaal invalide of hartstikke dood. Die mensen die naast u stonden daar in het toilet? Ja. Ja. Goed. Nou, meneer Smits staat niet alleen. Vorig seizoen werden er 600 scheidsrechters gemolesteerd. Geweld en de agressie op de velden neemt namelijk toe. Een paar voorbeelden uit het profvoetbal. Blijft ook in het beroepsvoetbal vaak niet bij verbaal geweld. Bij de onlangs gespeelde wedstrijd tussen RKC en Ajax liep het danig uit de hand. Een grensrechter kreeg een scherp voorwerp tegen zijn hoofd en liep een fikse hoofdwond op. Een ander staaltje van agressiviteit tegen het arbitrale trio speelde zich vorig jaar af bij deze wedstrijd in Spanje. Daar liepen de gemoederen zo hoog op dat de scheidsrechter het hazenpad moest kiezen voor een aantal woedende supporters en spelers. Pas achter de hekken was de scheidsrechter veilig voor het groepje woestelingen. En blijkbaar nemen de amateurs een voorbeeld aan de profs. Alleen, ze gaan nog een stapje verder. Neem nou dit bericht van een voetballer die voor het afbijten van een oor 4 jaar werd geschorst. Niet het oor van de scheidsrechter overigens. En wat dacht u van de volgende beelden? Dit is de wedstrijd Breskens-Axel, een degradatieduel. Het begint met een vrije trap voor de ploeg van Breskens, die in het wit speelt. De arbiter fluit voor Hens en loopt naar de penaltystip. En dan gebeurt er dit. Nog een keer, let u op deze speler van Axel. Hij rent naar de scheidsrechter en geeft hem een gerichte trap tegen het been. Even later wordt de scheids per brancard afgevoerd. Want die scheidsrechter die had een dubbele beenbreuk naar aanleiding van deze actie. Meneer Smits, zijn dit nou incidenten of is het iets wat vaker aan het toenemen is? Ik denk dat het probleem is dat de maatschappij verwildert. De voetballers ook. En dat, wat mijn mening is, dat ik niet weet wie nog de baas is in de eigen club. Of het bestuur of de trainer met de spelers die komen. Wat ik helemaal noem maar clubprostitutie. Ja. Dus daar ligt het volgens mij. Goed, dank u wel. De voorzitter van de Haagse scheidsrechtersvereniging, dus in uw regio, die zei onlangs: het is realistisch te verwachten dat er binnenkort zelfs een dode gaat vallen. In dat kader tot slot opmerkelijk nieuws. Het toegenomen geweld tegen de arbiter heeft ertoe geleid dat de Belangenvereniging van de Scheidsrechters in het amateurvoetbal actie gaat ondernemen. En ik had de voorzitter van die club voor deze uitzending aan de telefoon. Ons voorstel zal zijn om met de KNVB samen te gaan praten om te besluiten om minimaal 1 weekend geen scheidsrechters beschikbaar te stellen. En dan, laten we zeggen, het eerste weekend van maart bijvoorbeeld. Een scheidsrechterloos weekend dus. Ter overpeinzing moet u maar denken. Tot zover de mannen in het zwart. Zo dadelijk de dader van ons misdrijf ontmaskerd dankzij een videoconfrontatie met u. Maar nu eerst het deadline dossier. Op 17 oktober vorig jaar is mijn zuster Anneke overleden aan botkanker.
op een helse wijze. Vreselijk veel pijn, angstig. Dat verwijtte ik en mijn familie Sonja de Vries. Omdat zij opdracht heeft gegeven dat mijn zuster haar behandeling niet af mocht maken. Sonja de Vries is een verschrikkelijk mens. Het is een helse vrouw. Ze maakt hele families kapot en ze maakt de mensen ongelukkig. Een helse dood, een familie verscheurd. Dat en gedwongen abortussen, racisme en toespelingen op zelfmoord. Dat zijn de onthutsende uitkomsten van een Deadline-onderzoek naar de praktijken van de secte rond Sonja de Vries. Een zeer gesloten religieuze groepering die officieel de Apostel Andreus Stichting heet. Sonja de Vries noemt zichzelf instrument van de engelen. En ze zou, volgens hun brochure, dus deze, ongeneeslijke ziekte kunnen genezen. Zoals kanker, MS, Parkinson en AIDS. Met geveinsde vage klachten begint de Deadline-medewerker zijn infiltratie tijdens een open avond in Dokkum. Op dit soort avonden probeert de groep zieltjes te winnen met verhalen over de wonderbaarlijke genezingen door Sonja de Vries. Wij melden ons aan. De secte opereert vanuit het Friese gehucht Oude Horne. Na een stortvloed van telefoontjes over vage lichamelijke klachten lukt het ons een afspraak te maken. Ze koesteren geen wantrouwen tegen onze infiltrant en zo kunnen we binnendringen in het heiligste der heiligen. Maar alsof de duivel ermee speelt, laat onze verborgen camera het juist op dat moment even afweten. Hey, ik ben de baas hier. Ik ben Sonja de Vries. Ik ben de... Ga maar zitten. Ik ga niet zo goed met losse handen staan op het ogenblik. De genezeres, die zelf op krukken loopt, vraagt doelgericht en zonder enige aanleiding. Ben je bang dat je kanker hebt? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nou. Mooi, want dat is ook niet zo, dus daar hoef je niet bezorgd over te worden. Je leidt er in ieder geval aan een verminderde weerstand. Je bent heel erg kwetsbaar. Maar je moet je vertrouwen houden. Gewoon je vertrouwen houden dat het heus wel goed komt. Vertrouwen in de hulp van engelen, wel te verstaan. Want het is niet Sonja die geneest, het zijn engelen die genezen met Sonja de Vries als hun aardse instrument. Dus engelen bedonderen je niet, doen ze niet. Wat wij hier hebben aan gevoel, dat pak je op en dat vind je zalig. Er is hier geen agressie. Er is hier alleen maar zachtheid. En daar snap je naar en daarom word je rustig. Allerminst gerustgesteld keren we huiswaarts. Waarop baseert Sonja de Vries haar bovenaardse krachten eigenlijk? Op 8 juli 1983 begint ze opeens stemmen te horen. Het zijn engelen die haar vertellen dat ze Julaskas heet en een heilige zendingsopdracht heeft. De God aller tijden leren gehoorzamen, zo schrijft ze in een voorlichtingsboek. In ruil daarvoor krijgen haar godvruchtige volgelingen een hormonale rechtzetting, waardoor ze ongeneeslijke ziekte kwijtraken. Zij die AIDS hebben, laten ze mij bellen, de engelen zullen jullie genezen. Aan ons de taak om het aan de mensen te bewijzen door ons aardse instrument Sonja. Sonja koos niet voor niets Oude Horne. Volgens haar is Friesland het raszuivere beloofde land. Want voor de secte is rassenvermenging ontoelaatbaar. De groep onder leiding van Sonja en haar echtgenoot Marcus de Vries groeit in de jaren 80. Dit is een interne ledenlijst waarop tientallen namen van de kernleden staan. In totaal zijn er vermoedelijk enkele honderden mensen lid. De groep kwam regelmatig in de pers, maar kon niet worden ontmaskerd. Ook niet tijdens een optreden van secteleden bij Sonja Barend. Maar wat hebt u dan gezien? Ik heb zoveel gezien aan genezingen bij mensen. En de enige verklaring daarvoor is dat het van een andere kant komt. Deadline slaagde erin deze opname te bemachtigen. Gemaakt op een camping in Zuid-Frankrijk, zomer vorig jaar. Dit is Sonja de Vries. Ze leidt een rituele plechtigheid waarbij vrouwelijke secteleden de mannen wassen. De volgelingen vertrouwen de van God gezonde boodschapster blind. In 1986 zei een van hen tijdens een interview met Tros Actua: "We hebben een zoon dus die heeft een spierziekte. We zijn nu 2 jaar bij Sonja de Vries en sindsdien vertoont zijn ziektebeeld dus een stijgende lijn." Dat was 1986. Bijna 2 jaar later overleed de jongen alsnog.
Sonja de Vries leidde de begrafenis. Dat genezen, dat valt dus tegen. Onze infiltrant genezen zal ze ook niet, want Sonja lijkt na het gesprek van het toneel verdwenen. Haar man Marcus de Vries voert de gesprekken. De sfeer is gespannen. Hij blijkt ook feilloos de oorzaak van de vage gezondheidsklachten van onze infiltrant te kunnen vaststellen. Nou, hovigheid, ja, dat is bij jou niet altijd zwaar. Dat haar aangezet, dat hoort dus ook wat royaal te zijn. Nou, dat duidt erop dat je dus hormonaal niet helemaal op orde bent, ja. Als jij leert dus anders met je gevoelsleven om te gaan, je volgt populair verwoord de adviezen, de raden op die je zo in gevoel toegeschoven krijgt van die engelen, dan verdwijnt die pijn, ja. Nou, dat... Doe je het niet, ja, wordt die pijn misschien wel erger. Ja, maar... Ik... Niet ja, maar, zo is het. Kun je toch bedenken ook met je boerenverstel, Goberman? Ja. Nou dan. Dus het moet dan toch wel iets in die hoek zijn wat ik nu zeg. Nee. Nou goed. Mooi. Hou het zo. Komt eruit. Onze infiltratie nadert zijn climax. We worden uitgenodigd om een exclusieve seance bij te wonen. Hier, op de zolder van de sekteboerderij, wordt de engelenleer er bij de kernleden ingestampt. Het is Marcus de Vries via wie de engelen nu spreken. De vrouwen gaan links zitten, de mannen rechts. Marcus waarschuwt de aanhangers voor de gevaren die buiten zijn gemeenschap op de loer liggen. Kijk eens hoe een maatschappij, ja, verroedert. Dan zit je weer op het niveau van de jungle, zit je met elkaar te functioneren, ook met het vrije enzovoort. Wat denk je hoe het daar gaat? Want dan gaat alles toch weer door elkaar, als het een hele grote rotzooi weer. Godverdomme, er is toch geen vrouw meer die bij wijze van spreken de randstand normaal kan functioneren. Hebben we hem te pakken? Dus de parallel, het leven is groot, ja? Met 2000 jaar terug. Gelukzalig luisteren de uitverkorenen naar opname van hun eigen zangkwaliteiten. Onder het wakend oog van de leider. Hemelse sferen, genezende engelen en het echtpaar de Vries als de nieuwe verlossers. Maar de denkbeelden zijn minder onschuldig dan het misschien lijkt. Ook het volgende is de taal van meester Marcus over racisme en toespelingen op zelfmoord tegenover onze labiele patiënt. Nou, wat het om gaat is dat jij natuurlijk niet gaat meten met iemand uit Papua van Nieuw-Guinea, want in gevoel weet je dat op je slofjes, ja? Papua? Ja, dus aan die hele primitieve bevolking, wat koppensnelles gedrag en dat soort van voorkomt. Afrika is natuurlijk dito. Ik ga het zelf op doen. Marcus maakt ook toespelingen op zelfmoord. Niet maar eeuwig is. Dus het is niet erg? In ieder geval van het rotleven. Lijf met ziekte, wat moet je daarmee? Dus dan zou ik beter kunnen sterven? Ja, natuurlijk. Maar die gewoon van een rotleider. Deze uitlatingen zijn niet alleen dubieus, maar wat er in die folder staat, in hun eigen materiaal, is ook heel vreemd, op zijn zachtst gezegd. Er staat bijvoorbeeld, door deze vermengingen van rassen, is dat, zijn er ontoelaatbare hormonale verminkingen ontstaan waaruit de ongeneeslijke ziekten zijn voortgekomen. Ongelooflijk, mevrouw Wiersma, of niet? Ja, het is ongelooflijk, maar als ik dit zie, dan denk ik, ja, zo was het, zei... Zo was het, want u bent ex-sectelid en nu woordvoerster van een hulpgroep voor, zeg maar, gedupeerden van de secte, hè? Ja. Zo was het, zegt u. Ja, vanaf het begin word je er al mee geconfronteerd dat vooral hier in Nederland men op een hoger niveau is dan heel veel landen en voornamelijk ook Afrika. Dat zijn echt mensen, daar moet je eigenlijk niet mee omgaan. Die moeten nog zoveel doormaken voordat ze weer op ons niveau komen. En wat ook schokkend is, dat ze Hitler zelfs omhoog halen. Want Hitler was degene die het in het plan paste, die dat moest doen. Er moesten miljoenen mensen sterven. Dat hebt u zelf gehoord, meegemaakt, ja, dat Hitler omhoog gehaald werd? Dat die, ja, Hitler aangehangen werd door deze mensen? En Hitler heeft ook een geweldig plekje in de hemel gekregen. Wat vindt u nou het grootste gevaar van de groep die zich dus rond die Marcus en Sonja begeeft? Nou, het grootste gevaar is de mensen die erin zitten. Die worden gepakt op het meest kwetsbare wat een mensenleven beheerst. En dat is de gezondheid en het geloof.
En daar kan ze je zo ver mee krijgen dat inderdaad je alles voor ze doet. En zoals hier ook gezegd, als jij moet sterven, wat veel beter is, dan kun je dat gaan doen. Dus u bedoelt zelfs dingen zoals met die Zwitserse secte zijn gebeurd, zijn niet ondenkbeeldig? Nee, ik zie dat hoe langer hoe meer van duidelijk dat je zo ver kan komen. Dan zagen we Sonja eerst in de reportage op krukken en later helemaal niet meer. Hè? Enig idee hoe dat kan? Ja, ze was altijd al heel erg zwak. Ze had allerlei lichamelijke klachten en daar werd er dan vreselijk door de engelen aan gewerkt. Dus ik ben verbaasd dat ze nog niet genezen is. Maar ik weet ook zeker dat zij in herfst van 1991 in het AMC ziekenhuis in Amsterdam is opgenomen. Zij wel? Zij die eigenlijk iedereen kan genezen? En zij heeft daar heel lang is ze daar geweest en dat was echt ernstig, ja. Nou heeft zij ook gaande geruchten gedwongen, zeg maar, tot abortussen. Zo hoorde de familie Visser van hun schoonzusje, die nog steeds een prominent sectelid is, dat ze zich moest laten aborteren. Bleek dus, vertel ze ons zelf, dat de engelen beloofd hadden haar te steriliseren. Met nog een aantal andere vrouwen. Maar toen bleek dus toch later dat mijn schoonzus toch zwanger was geraakt. En toen was een beetje lijden en lasten, brak een beetje paniek uit. En toen, ja, weer in conclave met Sonja, wat nu te doen. Toen was het advies van Sonja, de vrucht wordt toch niet goed, zit een verkeerde ziel in. Engelen hebben geadviseerd, laat maar een abortus plegen. De vrucht was toen volgens mijn schoonzus ongeveer 23 weken. En toen heeft ze dus in de Bloemhovenkliniek een abortus laten plegen. Ja, mevrouw Wiersma, u werd ook tot een abortus gedwongen. Ik was de eerste waar dus een sterilisatie mislukte, zeg ik zelf. Maar zij hadden weer schitterende verklaringen, waardoor het dan weer niet zo was. Trouwens, een sterilisatie die dan plaatsvond door de engelen, hè? Ik bedoel, zonder medische ingrepen of wat dan ook. Ja, ja. En toen ik dus zwanger raakte en belde van wat is hier aan de hand. Toen raakte ze in paniek en toen zei ze van ja, maar dit kan niet, want jij moet een abortus plegen, want jij gaat geestelijk kapot. Ja. En ik zal vertellen, dat waren vreselijke dagen, want daarna heeft ze dan weer een andere verklaring gehad. Maar die dagen dat ik moest kiezen, het was geen keuze meer. Je moest gewoon doen wat ze zei. Want die dreiging, die dwang, dat gevoel van je moet dit doen, ja. dat was vreselijk. U hebt eraan kunnen ontsnappen, zeg maar. Hoe ver gaat de macht van Sonja? Waar begint het en waar eindigt het? De macht begint heel onschuldig, zoals hier ook die meneer over het haar. Ja, je hebt een beetje over het haar, over het eten, over kleren, zo gaat het. Maar langzamerhand, dan word je een kant uitgeduwd. En dan kun je niet meer kiezen. En dan moet je gewoon, het is een kwestie van leven en dood. Goed, dank u wel, mevrouw Wiersma. Tijdens onze infiltratie heerste er op een bepaald moment hele grote onrust binnen de groep. Wat bleek, een sectelid was overleden. Anneke van der Leij uit het Friese Burgum. Zij zat zo'n 9 jaar bij de club. Deadline spoorde haar familie op. Vorig jaar oktober overleed de toen 48-jarige Anneke van der Leij. In 1992 werd ze in dit ziekenhuis in Leeuwarden geopereerd aan borstkanker. De operatie was succesvol. Daarna is zij behandeld met een chemokuur en bestraling. En dat ja, daarop ging het heel goed met haar. Maar wij wisten toen niet, wat wij nu dus wel wisten, dat ze in oktober 92 tegen de specialist in het ziekenhuis in Leeuwarden heeft gezegd, ik kom hier niet weer voor verdere behandelingen, want ik ga met Sonja de Vries verder en Sonja de Vries zal mij nu verder helpen met mijn ziekte. Oh ja, ja, dat had ze denk ik iets over gehad ook tegen mij. En ik heb gezegd, je mag alles doen wat je wil, maar dit is, je blijft bij ons onder controle. En ik denk, na die tijd is er niet meer verschenen. Anderhalf jaar lang krijgt Anneke geen medische behandeling, terwijl ze inmiddels botkanker heeft gekregen. Toen heeft ze haar trui omhoog getrokken. En toen zag mijn moeder dat ze dus een heel blauw paarse borst al had. Dus toen was het al helemaal mis.
En in die tijd kon ze ook helemaal niet meer lopen. Ze kon niet meer eten, ze kon geen voedsel binnenhouden. Ze deed niks anders dan overgeven. Ze moest dus gewoon abrikozen gewoon rauw eten. Niet gekookt of het een of ander. Ze moest ze gewoon rauw eten. Dus die lagen verschrikkelijk zwaar op de maag. En ze had toen helse pijn in de maag. En toen dat weekend is toen de dokter daarvoor gekomen. En toen van het een is het andere gekomen dus. Anneke overlijdt op een onnodig gruwelijke wijze omdat ze haar medische hulp aan Sonja overliet. Ze is 's morgens vroeg om 7:30 is ze overleden. De avond van tevoren was ze zo verschrikkelijk bang en ze had zo vreselijk veel pijn. Het was voor haar niet meer te dragen. Ze heeft niks anders dan geroepen, oh mijn God, help me toch. Eergisteren hebben we deze zaak gemeld bij de inspecteur voor de Volksgezondheid. Ja, een sterfgeval, abortussen, toespelingen op zelfmoord en regelrecht racistische uitlatingen. Dat alles in een extreem gesloten en permanent bewaakte gemeenschap. Tijd voor een weerwoord, tijd voor de confrontatie. Goedendag. Wij zijn op zoek aan mevrouw de Vries. Sonja de Vries. Even achter. Die is geloof ik daar, hè? Nee, u gaat niet verder. Oh, pardon. Nee, dat is niet de bedoeling. We willen wel graag wat wij aanbellen bij mensen. Nee, maar u, geen sprake van. Mevrouw mag Nee. Loslaten. Wilt u wel even teruggaan? Ja. Goedendag. Mag ik u wat vragen? Er zijn ons de laatste tijd herhaaldelijk hele ernstige klachten over de secte van Sonja. Wat gaat u doen? Wij wou u wat vragen, keurig. Ja, keurig. Wij waarschuwen nu de politie. Ja. Mag ik u... U bent Marcus, hè, als ik vragen mag. We hebben beeldmateriaal van opmerkingen, onder andere van u, waarin u nogal racistische uitlatingen doet. En daar wou ik graag een reactie op. Mag ik u wat vragen? Ja, nou ja, ik vraag u keurig wat. Goed. Gelooft u ook dat mensen van kanker kunnen genezen zonder medicijnen? Nou, ik ga hier niet verder niet op in. Ja, maar dat is een eenvoudige vraag. Nou, dat geloof ik, dat kan. Dat gelooft u, dat kan. Maar ik... Tot zover Sonja en Marcus de Vries en hun engelbewaarders. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Mocht u naar aanleiding van ons dossier met iemand willen praten of heeft u meer informatie over deze secte op Tros Teletext, pagina 350... staan enkele telefoonnummers waar u terecht kunt. Nieuws uit Nijmegen. De politie heeft daar voor het eerst een videoconfrontatie toegepast. Een verkrachte vrouw mocht haar aanrander aanwijzen op een videoband. En daarop stond de verdachte, stiekem gefilmd, en een aantal onschuldige mannen. Op de volgende wijze. Ja, zo ging dat ongeveer. Zo zaten dus meerdere mensen op een videoband, waaronder de verdachte. Professor Wagenaar, u bent zeg maar de expert op dit gebied. Dat is een nieuw fenomeen. Is dat nou een waardevolle aanvulling op de bestaande mogelijkheden, zo'n videoconfrontatie? Nou, het probleem is dat er heel veel mee mis kan gaan. Meer dan met een normale confrontatie in het politiebureau. En daarom heb je dus ook veel meer regels nodig om het goed te laten gaan. En die zijn er nog niet? Die regels zijn er nog helemaal niet. En zonder die regels ben ik bang dat het binnenkort ook heel erg mis zal gaan bij zoiets. Het kan heel gemakkelijk misgaan. Vindt u dat je zoiets mag toepassen om bewijs te vergaren tegen mensen? Nou, het probleem is, een confrontatie in het politiebureau, dan moet je dus iemand op het politiebureau eigenlijk in hechtenis nemen. Dan moet er al een gegrond vermoeden zijn. Dat is dus op grond van iets anders. Dan is iemand echt al een zware verdachte. Ja. Hier kan je dus willekeurig iemand uitpikken en hem gniepig op straat gaan filmen om te zien of iemand hem misschien herkent. Ja. Zonder dat je verder nog enige grondvermoeden hebt. Dus dit is heel wat anders en daardoor dus ook veel gevaarlijker. Want het kan best zijn dat er dus verder nooit iets boven tafel komt, behalve die herkenning. Ja. Die wel eens fout gegaan kan zijn. Ja, juist. Nou, wij hebben samen met u deze methode onderzocht. En u thuis was eerder vanavond ooggetuige van een misdrijf. Een willekeurige boekhandel. En dit zijn de hoofdrolspelers. Twee verkopers. Een klant die boeken bekijkt. Een ander die een kaart lijkt uit te zoeken.
zo mee? Ja, zo. En een dame die haar koop zojuist heeft afgerekend. Niets bijzonders. Totdat. Ja, als u nou de tasjesrover samen met 6 onschuldigen op video ziet, wijst u dan de juiste als dader aan. Wij lieten u kiezen. We maakten een video, precies zoals die Nijmeegse politie dat deed. En het onderzoeksbureau Trendbox onderzocht of u met deze methode de goede aanwees. Dit waren de mannen die over uw beeld liepen. Wie van deze 7 heeft volgens u de tas gestolen? Nou, 5% van de Nederlandse bevolking noemde nummer 4. Dat was de enige niet-blanke in de rij. Maar die was het niet. Meneer Wagenaar, hoe verklaart u dat nou? Hij lijkt er een beetje op. Hij heeft ook donker haar. En dat is al genoeg voor sommigen die zich eigenlijk niet meer precies herinneren hoe die er nou uitzag. Om te zeggen, nou ja, iemand met donker haar. Dat is eigenlijk al voldoende verklaring. 1 op de 20 mensen toch, die dat zeggen? Ja. Speelt erbij een rol dat ze denken, nou, dus iemand die een beetje donker is, misschien een beetje buitenlands, nou, eerder dat, crimineel? Ja, dat is op grond van dit getal natuurlijk niet te bewijzen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar toevallig was de echte dader, had ook donker haar en krijg je dat heel gauw. Ja. Juist, goed. Nou, heel veel kijkers in deze representatieve steekproef, die zeiden, nummer 3 is het geweest. Niet minder dan 34%. Maar nummer 3, die was het dus ook niet. En dat is dus wel heel wat, hè? Ik bedoel, wat moet je daar nou mee? 1 op de 3 die domweg de verkeerde echt als dader aanwijst. Ja, dit is een heel verontrustend gegeven. Je moet nagaan, ze konden kiezen ongeveer een halve minuut nadat ze het misdrijf hadden gezien. Ja. In werkelijkheid zit er uren, dagen, soms weken, hè? Ja. Tussen het misdrijf en het vertonen van. Ze hebben het eigenlijk nog makkelijker gehad. Ontzettend eigenlijk. Veel makkelijker dan in werkelijkheid. Ze hebben hem ook heel goed kunnen zien. En 34% is naar mijn ervaring voor een rechter genoeg om iemand te veroordelen. Als er van 6 getuigen, zeg maar 2 iemand herkennen, dan zegt de rechter ja, nou die andere 4 begrijp ik wel.